Er staat ons natuurlijk iets fantastisch te wachten op zo'n groot schip met een hele fijne bende. Dat weet ik ook, maar ik moet aan de andere kant toch ook wel heel wat achterlaten wat ik lief heb. Ik ben er een beetje zo wat sceptisch tegenover, omdat ik het ook niet ken waarschijnlijk en ook omdat ik er niet af kan. Ik denk dat we elkaar wel heel hard gaan missen, maar ik heb de verhaallijnen bedacht. Dus het is mijn eigen schuld dat ik nu op die boot moet gaan zitten. Een probleem met mijn klein lensje. Ik kan het niet in één keer fotograferen. Ja, dat is vier keer een voetbalveld, zeker, hè? Ja, ik ben er echt zo van. Dus dat schip dat is gebouwd. En dus iemand is gekomen met een eerste poutrel. Zo van, oké, waar leg ik die? En hoe gaan we nu verder om uiteindelijk tot die te komen? Dat is toch enorm, hè? Dat kun je al geen schip meer noemen. Dat is al een drijvend kasteel op het water, hè? Dat is wel allemaal door. Zeg Marijn, spiegels op plafond. Zouden ze dat in de kamer zoeken? Weinig aan het shoppingcentrum. Voor mij is het allemaal te druk. Al die kleurtjes en spiegeltjes en. En goud, en glamour en glitter. Oh, jezus. Dit hebben we nog nooit gezien. Als we eerder kijk, te zijn, hè. Chapeau. Hallo, hè. Dit is echt buiten verwachting. Dat is geen schip meer. Het is een stad. Ik sta echt versteld van dit. Wow! Oh. Ah, toch wel apart op deze manier, natuurlijk. Het is wel een heel tof zicht, hè, zo. Dat is heel tof, maar ik had graag een balkonnetje gehad. Dat zijn dvd'tjes. Ik heb er 20 mee. En een portable dvd-player. Heel belangrijk is nu internetverbinding. Maar of dat hier aanwezig is... Dankzij de uitvinding Skype kun je via internet hè, met elkaar bellen. Mm. Dus dat zou ik wel tof vinden om mijn kindjes en mijn man dan toch... Ene keer is te horen. Waar ik mij op verheugd heb, is zonder kinderen nu op reis. Niet meer wakker worden 's ochtends. Allee, ik moet er wel op staan om te gaan filmen. Maar ik heb al gezien op de callsheet dat ik sommige dagen niet moet filmen. Dus dat wordt na zoveel jaren echt uitslapen. Wat ga je nu doen? En wel, fitnessen. Zie je mij met mijn grote flespa. Ja. Van nu langs welke kant, hè? Oh. Dat is wel echt heel uniek, hè? Ja. Zo gewoon zicht op de oceaan. Allee. Amai, dat is zo precies alsof je in de zee stapt, hè? Het is uitzonderlijk ook als je hierboven kan fitnessen op zo'n, ja... Dat is meer dan een reusachtige loft, zo. Dat is gewoon prachtig. Wel een goed filmpje. Ik heb vandaag geen scènes. Ik heb eigenlijk een vrije dag. Dus nu is het ook een beetje een kwestie van u bezighouden. Boek lezen, wat fitnessen. Je kunt niet alleen maar eten en nog eens eten en nog eens eten. Dan komen we allemaal zo thuis. Dus, En goed gedaan? Ja, heel goed. Maar je voelt het schip dus bewegen terwijl je daarop staat. Echt? Ja. Beetje zattekes. Wat? Voor mij is het wel plezant, omdat ik nu een aantal dagen niks moet doen. Dus, en dan zo de schaatsjes aantrekken en terug doen alsof dat je 15 bent. Wie
Ik kan u zeggen, ik heb op de Atlantische Oceaan geschaatst. Wie kan dat zeggen? Het is niet te geloven wat ze hier eigenlijk... Ik snap dat niet. Dat hier is. En hier hangen meer projectoren dan ik ooit in een theater heb gezien. Ja, het is de eerste keer dat wij... Een ijsbaan op een schip zien, absoluut. De schepen dat we tot hier toe gedaan hebben, hebben we eigenlijk nooit die faciliteiten aan boord gehad. Het is echt de eerste keer. Maar dat is typisch Amerikaans, denk ik. Well, it's America, you know. We're from the States. Ja. Dat kan niet bigger genoeg zijn. Als je met de kampioenen op cruise gaat en je schrijft een verhaal, dat kan niet zonder Nicole en Hugo. Omdat zij ook zo symbool staan voor dat soort reizen en symbool staan voor juist de love. Dat was mijn kippen maar flauw. Ja? Curry hebben? Curry? Ja, ja. Tada! Ik heb alle van die kruiden mee. En waarom doe je dat? Ja, waarom? Om een beetje een ander smaakje te geven. Ik heb het groot gatje en het klein gatje nodig. Ja, maar ik zal dat klein gatje nemen. Want, thank you, Mariah Carey. Op cruisen hebben wij onze choco mee, we hebben onze een pot mayonaise mee ook. Ja. Een beetje thuisgevoel. Wat wij ook allemaal mee hebben, dat zijn onze vitamintjes. Hè. Ik bedoel, de keuken is schitterend, daar gaat het niet om. Maar wij denken altijd, in een grote keuken zijn de meeste vitamine weg. Dus wij houden onze vitamine. Dat zijn mijn calciumtabletten. Dat is voor Hugo, voor zijn artrose. Als ik te veel pijn heb, dan pak ik dat. Midro, dat is als je geen stoelgang kunt doen. Oh, bingo. Dit is ons tijdverdrijf. Is dat niet fantastisch? Het enige voordeel is dat wij minder moeten werken als al de acteurs van de kampioenen. De anderen moeten verschillende dagen werken. Wij moeten het op één dag doen. Dit wordt genieten. Camera loopt. 3, 2, 1. Actie. Oh, Mark. Ja. Ik ben zo gelukkig en gewoon een luxe. De hoofdlijn in het verhaal is eigenlijk een huwelijkscrisis tussen Mark en Bieke. Bieke is dat beu, dat gesukkel van Mark, dat eigenlijk nooit is normaal kan zijn in hun leven. En op dat ogenblik kom ik in contact met Nicole en Hugo. En die vragen om mee te gaan op cruise, om iemand te vervangen die de presentatie moet doen. Bieke denkt dat ze een huwelijksreis cadeau krijgt, maar blijkt dat Mark op die een boot moet werken. Ah, Mark, ik heb je overal gezocht, jongen. Meneer Boma, wat doe jij? Het is ongelooflijk bijzonder dat we hier met de kampioenen nu op dat grootste schip ter wereld gewoon zitten. Dat is uiteindelijk hetgeen waar we al maanden naar uitkijken. Dat gebeurt hier nu. Het is gewoon een feest. Op een moment als dit zeg ik, wat heb ik toch een mooi beroep. We hebben hier dus een paar sequenties. Het mooiste punt van het schip, midden in de oceaan, het is onvergetelijk. Dan als ik u als vrouwenkenner een tip mag geven, hè. Je zou uw kippenfiletjes wat meer mogen opvullen. We hebben nu het geluk van een scène dus binnen te draaien. We hebben de weersomstandigheden, spelen ons geen parten. De mensen die buiten scènes opnemen, die hebben het wel wat harder te verduren. De wind waait ongelooflijk, af en toe zijn er regenbuien, moet er geschuild worden. Die wind, dat is niet zo erg, maar die bewolking, we moeten wel doen alsof we in de Caraïbe zitten. Het blijft gevaarlijk, hè? Als er het minste wat er gebeurt, of die camera kletst tegen de muur of zoiets, dan is het gedaan met filmen. Om nog niet te spreken van de personen natuurlijk, hè. Oké, ja. Ik tril nog altijd een beetje na, maar van gewoon, ja, ik ben tevreden. Teamwork, en dan ben ik tevreden. En de cameraman is tevreden en iedereen is tevreden. Je ziet hoe wij hier gekleed staan en we moeten hier een zonnescène draaien. Dus Doortje ligt de zonnebaden. NBC zit hier en die hebben ons zo'n grote spot geleend. En nu hopen we dat we kunnen beginnen. Het is koud, ja. Ja, het is heel vervelend omdat je moet spelen dat het zon is. Ik kan er niks aan doen, ik sta te bibberen. Maar soms kan een beetje te ver gaan. Er zijn dingen die je eigenlijk niet meer kunt doen, maar het is de laatste dag dat we filmen, dus alles moet erop. We hebben geen keus, we moeten dat een beetje wegspelen. Allegretto, lali, lali.
Ze ligt daar echt wel. Het is een mooi lichaampje en het lijkt wel echt in de zomer. Dus geen kippenvel. Marijn, ga je mij hier een beetje verleiden voor de camera of wat? Maar je hebt geen kippenvel. Geen kippenvel. Mooi kippetje, maar geen kippenvel of niks. Wat ben je, Boba? Nog eens, pak met die camera! Ja, we hebben het. Einde draaidag, einde draaiperiode en nu ga ik direct in de jacuzzi. Start spreading the news that I'm leaving today. Fantastisch, het heeft wel iets, doe wel iets, echt waar. Het is uniek, hè. Dat ga je nooit meer meemaken. Het is echt ontroerend. Ik was eventjes aan het kijken waar dat de Twin Towers, maar we zullen het maar heel vrolijk houden, waar dat ze gestaan hebben. Na een week op deze boot heb je echt zo het gevoel van yes, yes, dat is het. We zijn er, we hebben het gehaald. Zo. Ik denk dat we er echt allemaal van genoten hebben. En dat we nu eigenlijk nu het voorbij is, het maar ineens echt beseffen van god, we hebben hier toch wel een ongelofelijke week gehad op dat groot schip. Dat zijn het soort verhalen die je nog wel eens opdiest, hè, op feestjes en partijen. Oh, Kroes, wow, dat zegt mij niks. Maar ik ben wel al eens op de medentrip mee geweest van het grootste cruiseschip ter wereld. Dat zijn de straffe verhalen van het toog, hè. No, yeah.